Ik ben hier vandaag bij Sansi alles al aan het klaarzetten voor morgen. Want morgen is het mijn live dag voor de cursus Manifestation Time Baby. En er schreven best wel wat dames in voor deze live dag, want het wordt een top live dag. Wat gaan we allemaal doen? Het is het thema loslaten. Want uiteindelijk, als jij wilt bepaalde zaken manifesteren, ja, dan zijn er altijd wel van die overtuigingen of bepaalde zaken die jou tegenhouden. En als je die dan kan loslaten, gaat dat manifesteren als iets vanzelf. En dat is hetgeen dat wij morgen gaan doen hier op deze fantastische live dag. Want er zijn altijd van die kindwonden, traumaatjes, overtuigingen waarvan dat jij denkt van oei, daar kan ik nooit niet over. Overtuigingen die dat jou klein houden, die dat ervoor zorgen dat jij niet durft uitbreken, die dat ervoor zorgen dat jij niet je ware potentieel gaat leiden, waarvoor dat jij hier gekomen bent. Maar ook zaken die dat jou in de weg staan om bijvoorbeeld bepaalde zaken te manifesteren. Want er is overvloed voor iedereen. Eigenlijk kan je alles in jouw leven manifesteren wat je maar wil. Je moet er alleen zelf in geloven en er zelf aan werken en vooral affirmeren. En weten, het is in de chakosh. En ik ben hier dus vandaag in Sansi, want ik heb alles al klaargezet. En ik neem jullie heel graag mee als een beetje een kijkje nemen. Hoe het er hier gaat uitzien morgen. Morgen gaat de ramen ook open, want morgen wordt het ook goed weer, dus we gaan ook morgen buiten zitten. Maar nu neem ik jullie al graag mee, want ik heb keiveel goesting. Live dagen doe ik ontzettend graag zo met die energie werken, met de mensen genoeg peper in hun gat te steken om weer volle bak verder te kunnen gaan, om terug in zichzelf te geloven, om terug volle bak in hun eigen kracht te gaan staan. Er is niks mooier dan dat je dat kan doen. En dat is hier morgen, staat er allemaal op programma. En kijk, we gaan eens kijken wat er al is. Ik ga natuurlijk alles nog niet laten zien, maar ja, hier is toch al wel het een en het ander dat hier klaar staat. En de mattekjes liggen klaar, ze. Want wij gaan morgen ook zalig in de kring zitten. En dat is hier een prachtige locatie. En hier ga ik heel snel, want dat zijn de verrassingen voor de deelnemers aan de geweldige live dag van morgen. Ik ga nu de deuren hier sluiten, want morgen vroeg is het hier weer heel vroeg op zijn. Een dagje op. Vol sprankelende energie, loslaat energie, en ik ga daar nu even op mediteren. Voilà, tot morgen!